We zijn hier bij zorgboerderij Benjamin en de zorgboerderij bestaat morgen 10 jaar. 10 jaar geleden is het opgericht door een tweetal hele enthousiaste dames die heel graag zorg wilden geven, persoonlijke zorg aan mensen die wat minder mee kunnen draaien in de maatschappij, wat meer aandacht nodig hebben. En zij hebben hier nu 5 dagen in de week 4 mensen die zij dagbesteding geven. En dat draait al 10 jaar heel erg goed, heel erg stabiel. En die mensen hebben hier een veilig plekje. De laatste jaren is er wel wat druk op die zorg. Doordat er een nieuwe... Doordat de reiskostenvergoeding gewijzigd is, kunnen niet alle klanten die ze hier hadden hiermee komen. Dus ze krijgen nu weer nieuwe klanten om dit viertal wat ze iedere dag hebben weer compleet te maken. Maar nu voor volgend jaar komen de PGB-budgetten natuurlijk ook een beetje in de problemen. En daarom zijn ze heel onzeker of ze nog wel een toekomst hebben. In de hele zorgtransitie die naar de gemeentes toe komt, lijkt het een hele massa-expeditie te gaan worden, waarin de kleinschalige initiatieven wel een beetje in de knel kunnen komen. En daarom vragen we ook wel aandacht voor juist dit soort kleine initiatieven, waar mensen die van een boerderij komen, persoonlijke dagbesteding krijgen, een veilig plekje hebben. En we hopen zo dat ze dat over 10 jaar ook nog hebben. Daar moeten we ons met elkaar voor in blijven zetten. En daarom vragen we juist met deze verjaardag van 10 jaar extra aandacht voor deze zorgboerderij. Ja. Hey. Nou, dit hier is voor de optochtkaart. Dit wordt de 10 die we op de optochtkaart gaan doen. We hebben dit gemaakt van papier mâché en we zijn met dit stuk van de kaart bijna mee klaar. Nou, op dit bord. Hier houden we bij welke voerzakken we nodig hebben. Als er voerzakken op zijn, moeten we dat een kruisje opmaken en dan kunnen we de volgende keer dus naar de dierenwinkel gaan om nieuwe voerzakken te halen. Dus je haalt ook zelf de boodschappen? Ja. Koken jullie ook hier? Ja, dat doen we 1 keer in de week. We hebben een dagprogramma van 4 dagen, dus wat nu afgelopen maandag is gedaan op de zorgboerderij gebeurt vrijdag ook weer. En dan... Elke dag is er wat anders. Dan heb je bijvoorbeeld op maandag schoonmaken. Maken bijvoorbeeld. En dan heb je andere dag weer koken, hokken schoonmaken. In de tuin aan het werk, boodschappen doen. Dat hebben we allemaal. We zijn hier in de stallen van zorgboerderij Benjamin. Stefan is de dieren binnen aan het voeren, dus we lopen er even naartoe. Stefan, je bent nog met nog eten bezig? Ja. Oké, wil je straks dan de konijnen doen? Ja. Prima, dankjewel. Geen probleem. Ga je nu voeren? Ik ga nu de geiten voeren. Ik heb ze net hun brokken en hooi gegeven en nu voel ik hem nog even aan met nieuw water. We krijgen elke dag vers water en soms zit er wat stro in en dan moet ik het er even uithalen. Nou, ik doe dit al 10 jaar, dus ik vind het nog altijd leuk om te doen. Dus ja, ik vind het nog altijd leuk om hier te werken. Ja, dat geloof ik. Ja. Nou, ik ga nu even nieuw stro in het hok strooien, zodat het hok even weer wat schoner uitziet. Hier de baas. Nou, op de voertonnen hebben we
plaatje staan. Zoals je hier wel kunt zien, hebben we hier een plaatje staan. En daaraan kunnen we zien welk voer we voor welke dieren zijn. Even kijken. Konijnen. Ja. Nou, zodra ik dit bakje erin leg, dan komen ze als vlieger op de honing erop af. Of wij op de honing.